Hey allemaal, mijn naam is Femke Dekker en welkom bij Dekmantel Connect. Ik hoop jullie vandaag een beetje wegwijs te maken in de wereld die subsidie heet. Ik ben zelf verbonden als kunstdocent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ik ben ook freelance curator. Zo verzorg ik onder andere het culturele programma van Lentekabinet. Festival wat ook door Dekmantel wordt georganiseerd. En in mijn werk kom ik heel veel subsidieaanvragen tegen. En sowieso de zoektocht naar geld als kunstenaar is af en toe best lastig. Dus ik hoop vandaag een klein stukje van de sluier op te lichten. En ook misschien wel een beetje te laten zien dat het helemaal niet zo heel eng is om subsidie aan te vragen. Hoe werkt het eigenlijk? Je hebt in Nederland een aantal fondsen. Eigenlijk zijn het er heel veel, maar ik licht er even een aantal voor jullie uit vandaag. Zo heb je fondsen op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de stad als Amsterdam waar we vandaag zijn. Regionaal niveau, dat zijn dus de provincies. En dan heb je nationaal niveau. Daarnaast zijn er ook nog allerlei kleine fondsen waar je subsidie bij zou kunnen aanvragen, die zich heel specifiek richten op bijvoorbeeld vrouwen of op mensen die van een andere achtergrond komen en die heel specifiek worden ingezet om hun eigen agenda, zeg maar, te bevorderen. Dat klinkt een beetje moeilijk, maar ik zal jullie zo meteen uitleggen wat ik daar nou precies mee bedoel. Nou ja, als we nou even teruggaan naar lokaal niveau, dan heb je bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Bij het Amsterdam Fonds voor de Kunst kunnen zowel beeldend kunstenaars, maar ook mensen vanuit andere disciplines aanvragen. En eigenlijk zijn er een aantal regelingen die voor ieder fonds weer verschillend zijn. Als je dan gaat kijken naar regionaal niveau, dan hebben we het dus over de provincies. Dan heb je bijvoorbeeld een fonds als Brabant C. Die zet zich in voor de bevordering van kunst en cultuur in de provincie Brabant. Dat is een groot fonds. Daar zijn aanvragen ook wat lastiger soms. Je moet wat meer inbrengen. Dus ik verwacht eigenlijk dat jullie lieve kijkers niet zozeer op regionaal niveau gaan aanvragen, maar eerder of lokaal of, zoals ik net ook al zei, nationaal. Bijvoorbeeld als muzikant of als producer zou je bij het Fonds Podiumkunsten kunnen aanvragen. Het Fonds Podiumkunsten is er echt op gericht om iedereen die binnen de podiumkunsten werkzaam is, ruimte te geven en tijd te geven om projecten te kunnen produceren. Want dat is eigenlijk wat subsidie is. Je koopt tijd. Tijd voor jezelf. Tijd om voor een project wat je misschien anders niet gefinancierd zou kunnen krijgen, te kunnen realiseren. En binnen zo'n fonds podiumkunsten heb je allerlei verschillende regelingen. Zoals ik net al zei, je kan ook nog heel erg kijken naar specifieke fondsen. Daar zijn er heel veel van in Nederland. Het zijn allemaal kleine stichtingen die zich op bepaalde mensen richten of bepaalde ideeën richten. En om daar een beetje inzicht te krijgen, dat is best lastig. De nationale fondsen, die zijn eigenlijk vrij makkelijk te vinden. Dat zijn eigenlijk de grote vijf, zoals we ze noemen. En ook lokaal heeft iedere stad wel een eigen kunst- en cultuurfonds waarbij je eventueel zou kunnen aankloppen voor subsidie. Maar al die kleine niche-stichtingen, die zijn soms wat lastiger te vinden. En dan wil ik jullie eigenlijk heel graag doorverwijzen naar een website die heet fondsenwerving.nl. Daar moet je wel lid van worden, dus daar moet je een bedrag voor betalen. Maar dan krijg je wel inzicht in al die kleine fondsjes die Nederland rijk is. En waar je eventueel als maker zou kunnen aankloppen voor een bijdrage in jouw project. Nou goed, dan heb je een fonds gevonden wat bij je past. En dat is wat ik net al zei, voornamelijk lokaal of nationaal. En hoe gaat het dan? Nou, sowieso, lees de criteria is altijd mijn eerste tip. Dus je gaat naar de website van het fonds toe. Je kijkt van welke subsidie past bij mij. En kom ik dan wel in aanmerking? Want soms wordt er gevraagd of je een bepaalde opleiding hebt. Vroeger was het bijvoorbeeld zo, en dat gaat gelukkig volgend jaar veranderen. Als je bijvoorbeeld een kunstenaar was en je wilde, of je maakt autonome kunst, zoals we dat noemen. Dus niet in opdracht, maar helemaal voor jezelf.
Kon je bij het Mondriaanfonds alleen maar aanvragen als je een opleiding tot beeldend kunstenaar had gehad. Vanaf volgend jaar gaat dat veranderen. Dan gaan ze de criteria verbreden. Dus dat betekent ook dat mensen vanuit de muziekwereld bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op gelden van beide fondsen. Dus het is altijd zaak dat je de criteria van zo'n fonds heel goed leest. Om te kijken van mag ik überhaupt wel aanvragen. Soms is het ook zo dat een fonds vraagt of je al een aantal jaar een eigen beroepspraktijk hebt. Dus dat betekent dat je een aantal jaar ervaring al hebt als maker. Voordat je mag aanvragen. Dus zit je nog op school bijvoorbeeld, dan kan je meestal bij een fonds niet aanvragen. Moet je wachten tot je bent afgestudeerd en soms wel een jaar na afstuderen. Dus lees de criteria. Mijn tweede tip, en die dat vinden mensen soms best wel lastig af en toe. Het is natuurlijk toch eng, je wil geld aanvragen, bij wie moet je dan zijn? Het zijn ook soms wat lastige vragen om te stellen. Maar ik zeg altijd, neem contact op met het fonds voor wie je zou, of bij wie je zou willen aanvragen. De mensen die daar werken, die zitten er namelijk voor jullie. Dus bel ze op. Maak een afspraak. Sommige fondsen hebben spreekuren. Dan organiseren ze één keer per maand een uur waarbij je een afspraak kan maken met een medewerker. En dan kan je eigenlijk al je vragen stellen over hoe je nou zou moeten aanvragen. Soms organiseren fondsen ook bijeenkomsten. Die zijn dan wat groter. Helaas vanwege COVID zijn ze niet meer dit jaar, in ieder geval niet in het land zoals ze vaak georganiseerd worden, maar zijn ze online. Nou ja, eigenlijk is dat soms ook een voordeel, want het is gewoon je computer openklappen, link openklikken en je zit bij een bijeenkomst. En daarin wordt altijd uitgelegd van nou ja, wie mag er nou aanvragen, hoe vraag je aan, wat zijn de ervaringen van mensen die fondsen hebben aangevraagd. Dus het is altijd goed om te kijken of je, als je subsidie wil aanvragen bij een bepaald fonds, of ze af en toe een bijeenkomst hebben of een spreker hebben, zodat je kennis kan maken met de mensen achter het fonds. En die kunnen je echt heel goed wegwijs maken in al die ontzettend soms lastige criteria die je moet opvolgen om een aanvraag te kunnen schrijven. Dit is een volgende tip. Kijk wie er in jouw categorie subsidie hebben ontvangen. Dat zeg ik altijd, omdat het namelijk openbaar is wie er subsidie hebben gekregen. Dus als je bijvoorbeeld naar de site van het Fonds Podiumkunsten gaat, dan zie je een lange lijst van mensen die allemaal subsidies hebben toegekend gekregen. Nou, die mensen zijn mensen zoals jij. Die zijn ook ooit ergens begonnen. En wat ik dan merk is dat mensen die ooit een aanvraag hebben ingediend en die subsidie hebben gekregen, best bereid zijn om hun ervaringen met je te delen. Ik weet het ook nog van mezelf. Toen ik de eerste keer subsidie aanvroeg, wist ik eigenlijk ook niet precies wat ik nou moest doen. En toen ben ik gaan kijken van, nou ja, wie zit er nou in het lijstje? Ken ik die mensen of kan ik ze makkelijk benaderen? En toen ben ik gewoon gaan afspreken en gevraagd van, nou ja, hoe heb jij het nou gedaan? Vond je het moeilijk? Wat zijn tips? Dus voor mij loont het altijd heel erg om te kijken van, nou ja, wie zitten er nou nog meer in die subsidierondes? En spreek gewoon met ze af. En vaak kost het je niet meer dan een kopje koffie en wat tijd. En dan ben je meteen alweer een heel stuk verder. Je krijgt in ieder geval heel veel tips over wat je niet moet doen, wat ook wel belangrijk is bij aanvragen. Dit is ook eentje. Dit klinkt heel stom, maar soms vergeet je het. Verzamel alle documenten die je nodig hebt voor het aanvragen van subsidie. Namelijk naast een plan wat je moet schrijven, moet je vaak ook nog een portfolio maken. Je moet allerlei uitreksels hebben, zoals een kopie van je paspoort of je ID. Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan heb je vaak daar ook nog een uitreksel van nodig. Dus zorg even dat zeg maar alle praktische informatie, dus eigenlijk alles wat je nodig hebt om bij je aanvraag in te leveren, dus niet het plan zelf, maar gewoon alle benodigde informatie erbij, dat je die gewoon al klaar hebt, dat je die hebt. En die kun je dan lekker in een mapje zetten op je laptop en dan hoef je er verder helemaal niet naar om te kijken. Maar dat scheelt heel veel gedoe, want soms duurt het wel 2 weken voordat je een uitreksel van de Kamer van Koophandel binnen hebt. Of je hebt bijvoorbeeld geen idee, dan moet je die aanvragen. Daar gaat ook weer tijd over. Nou ja, tijd is vaak wat je niet hebt bij het aanvragen van subsidie. Dat komt namelijk omdat mensen vaak net iets te laat beginnen met het idee van, oh ja,
er is een deadline voor een aanvraag en die moet over 2 weken klaar zijn. Ja, als je maar 2 weken hebt om bepaalde documenten aan te vragen, dan is dat vaak net iets te krap. Dus zorg dat je, als je dit soort documenten nodig hebt bij een aanvraag, dat je die gewoon alvast hebt. En dan kan je die ook weer bij volgende aanvragen gebruiken. Simpele tip, maar wel handig. Ook een handige tip en niet altijd eventjes leuk, maar maak een planning. Zoals ik al zei, bij fondsen werken ze met deadlines. Bij sommige fondsen kan je het hele jaar door aanvragen voor een project en zit je dus niet vast aan een deadline. Maar bij sommige fondsen werken ze met bijvoorbeeld een open call. Een open call is een oproep voor kunstenaars en makers om op een bepaalde datum een aanvraag in te dienen. Zo loopt er nu bijvoorbeeld bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie in Rotterdam loopt een open call voor professionalisering van studiopraktijken. Nou, dat is dan voor ontwerpers en architecten, maar ook voor andere mensen met de toegepaste achtergrond. En ja, daar zit een deadline aan vast. Dat betekent dus dat je even tijd nodig hebt om je aanvraag te schrijven en om die vervolgens goed in te dienen. Dus zodra je weet wanneer er een deadline is van een fonds, ga dan even kijken hoe je zit met je planning. Want een aanvraag heb je niet binnen een dag geschreven. Of tenminste, het kan wel, maar ik zou het niet aanraden. Mijn volgende stap is, begin met schrijven. Nou, dit is volgens mij het probleem waar iedereen mee worstelt. Een aanvraag schrijven, hoe doe je dat nou? Ik ben er eigenlijk altijd zelf voor om wat ideeën, want vaak heb je eigenlijk al best een goed idee van het project waarvoor je subsidie wil aanvragen. Maar om wat dingen op papier te zetten, en het kunnen gewoon losse zinnetjes zijn of steekwoorden, zodat je een beetje een overzicht krijgt van waar je nou voor wil aanvragen. Want je moet er eigenlijk van uitgaan dat degene die zo meteen jouw aanvraag gaat beoordelen eigenlijk helemaal niet weet wie je bent. Nou, misschien heb je een beetje geluk en heb je al een naam gemaakt in het gebied waarvoor je aanvraagt. Maar je moet er eigenlijk van uitgaan dat degene die jouw aanvraag leest eigenlijk nog nooit van jou heeft gehoord. En natuurlijk ook helemaal niet van je plan weet. Dus weet je, schrijf het op en zorg dat het idee dat je hebt voor je aanvraag, dat dat zo helder mogelijk is. Zodat mensen begrijpen wat ze zo meteen gaan lezen. Nou, je kan natuurlijk ook altijd nog hulp inschakelen. Ik zeg altijd, niet iedere kunstenaar, niet iedere maker is een goede schrijver. Want dan waren ze wel schrijver geworden. Dus je kan ook bedenken van, nou ja, als ik echt heel erg slecht ben in schrijven, vraag dan iemand anders het te schrijven. Daar gaat wel heel veel tijd in zitten, dus ook dat moet je weer goed voorbereiden. Dat betekent dat je iemand moet vinden die voor jou de aanvraag wil schrijven. Maar als dat nou niet lukt, of je wil hem gewoon toch zelf schrijven, dan is wel echt een hele belangrijke tip, laat het altijd even door iemand anders lezen. Ik zeg dan altijd zelf van, ik laat het door mijn moeder lezen. Ik heb een hartstikke slimme moeder. Maar die zit niet in mijn vakgebied. En als ik dan een aanvraag schrijf en zij leest het en zij begrijpt wat ik bedoel, dan heb ik meestal wel een goede aanvraag geschreven. Dus het helpt heel vaak om iemand erbij te betrekken die jou wel kent, maar misschien net niet helemaal weet wat je onderwerp is. Zodat ze, als zij het lezen en zij het begrijpen, dan begrijpt iemand die zo meteen jouw aanvraag gaat beoordelen het ook. Dus tip, laat lezen door iemand anders. En dit is echt een dooddoener, maar dien je aanvraag op tijd in. Zoals ik net al zei, fondsen werken met deadlines. Die deadlines die zijn best strikt. Wat er gebeurt, of tussen hoe je een aanvraag indient, dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Dus je gaat naar de website van het fonds en dan lees je van, nou, de deadline is morgen om 12 uur 's nachts. Dat betekent dat je echt stipt om 12 uur 's nachts je aanvraag in moet hebben gediend. Want dan gaat de deur eigenlijk op slot, of de digitale deur gaat op slot. En dan ben je te laat. En je zal natuurlijk ook altijd zien, dat is gewoon altijd zo. Wil je iets uploaden, dan loopt het allemaal vast. Of dan heb je opeens geen internetverbinding meer en dan ben je te laat. Dus ik raad mensen eigenlijk altijd aan, weet je, dien het een dag voor de deadline in. Dan weet je tenminste zeker dat als er iets gebeurt waar je geen controle over hebt, dat je in ieder geval op tijd bent met het indienen van je aanvraag.
Het is ook echt zo dat aanvragen die na de deadline binnenkomen niet in behandeling worden genomen. Dus dan moet je weer wachten tot de volgende ronde. Of misschien komt er wel geen ronde meer die bij je past. Dus het is echt belangrijk dat je rekening houdt met tijd. En dat gaat ook weer terug eigenlijk naar die planning waar ik het over had. Weet je, zorg dat je niet in tijdnood komt. Want het schrijven van een aanvraag vergt tijd. En je moet soms ook wel eens eventjes terug naar je tekst. Van wat heb ik nou precies geschreven? Wat moet er nog bij? Wat moet er af? Je moet echt wel gaan schaven soms aan een aanvraag. En ja, dat kost tijd. Dus maak een planning. Nou, zo zijn we al een klein stukje onderweg. Nou, dan heb je je aanvraag ingediend en dan word je beoordeeld. Nou, als je hem hebt, dan is het natuurlijk fantastisch. Dan kan je aan de slag met je plan. Dan krijg je ook vaak nog de tijd om je plan goed uit te werken. Vaak kun je dan tussentijds nog met fondsenmedewerkers praten. Van, nou ja, weet je, als je plan iets verandert, want geen enkel plan blijft hetzelfde. Dan kun je even overleggen. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je aanvraag in behandeling is genomen en vervolgens is afgekeurd of niet gehonoreerd, noemen ze dat. Dat is dan jammer, want dan heb je geen geld om je project te doen. Maar ik raad dan ook eigenlijk altijd mensen aan om te vragen waarom je plan niet was goedgekeurd. Wat miste ze? Commissie, want het zijn vaak commissies die bestaan uit adviseurs en die beoordelen de aanvraag. Vraag waarom je aanvraag niet is gehonoreerd. Waarom heb je geen subsidie gekregen? En vraag dan ook meteen of je aanvraag mag herzien, noemen ze dat. Dat mag in heel veel gevallen. Dan mag je hem gewoon herschrijven. Dan mag je gaan kijken naar wat de commissie nou heeft gemist. En dan pas je je aanvraag aan en dan dien je hem nog een keer in. Of je wacht tot de volgende ronde. En dan dien je weer een nieuwe aanvraag in. En dan kun je eigenlijk heel goed meegaan met zo'n commissie om te kijken van, nou ja, wat miste ik nou precies? Moet ik bijvoorbeeld mijn budget aanscherpen? Moet ik mijn idee aanscherpen? Misschien willen ze wel heel graag dat ik met andere mensen ga samenwerken. En daar kun je dan je plan op aanpassen. Nou ja, de aanvraag zelf schrijven, ik zei het al, dat is, ik neem even een slokje water. De aanvraag zelf schrijven, daar moet je tijd voor nemen. En er zijn eigenlijk, of er is eigenlijk een aantal regels waaraan je kan houden. En dat is, je artist statement moet je gaan doen. Dat is namelijk de wie. Dan heb je je idee en het projectplan. Dat is het wat. En dan heb je de uitvoering en je planning. Dat is de hoe. Dus wie, wat en hoe. En je moet het eigenlijk allemaal zo helder mogelijk houden. Dus met een artist statement, daar schrijf je eigenlijk een stukje over jezelf. Nou is dat geen bio, dat kun je ook, weet je, dat soort informatie, zo, wie ben je, hoe oud ben je, wat voor scholing heb je gehad, dat lever je eigenlijk allemaal in een apart document, vaak een cv, maar soms ook gewoon inderdaad een kopie van je idee. Maar bij een artist statement gaat het erover, wie ben je als artiest, wie ben je als maker en wat wil je? Wat drijft je? Wat is je achtergrond? Maar waarom, vooral waarom ben je maker? Waar fondsen altijd naar kijken is, om even met een moeilijk woord te zeggen, naar de urgentie van je plan. Wat voegt jouw idee nou toe als maker aan een heel breed veld van andere makers? Wat voegt het toe aan je eigen praktijk als maker? Hoe groei je? Want het kan natuurlijk ook zijn dat je een aanvraag indient voor de ontwikkeling van je eigen praktijk. Dus dat betekent nog niet eens dat er een vast product hoeft uit te komen of een eindresultaat. Dus dat kan zijn een album of een installatie. Maar het kan ook zijn dat je jezelf wil ontwikkelen door bijvoorbeeld meer scholing of door een mentorschap aan te gaan. Dus er zijn allerlei mogelijkheden eigenlijk je eigen ontwikkeling te beschrijven en de urgentie dus duidelijk te maken van wat jouw praktijk toevoegt aan de muziekwereld in het algemeen, kunstenaarschap in het bijzonder. En dan komen we bij de wat. Wat ga je doen? Weet je, ga je inderdaad, ik zeg wel eens, ga je 9 maanden naar een steen kijken? En is dat goed voor jouw ontwikkeling?
En kan je dat duidelijk maken in een plan, dan heb je wat mij betreft al een ja. En dan zeg ik, hier heb je geld. Ga jij maar lekker 9 maanden naar een steen kijken, want dat is ontzettend goed voor de bevordering van jouw praktijk. Dat klinkt een beetje simplistisch, maar wat ik daarmee bedoel is dat het gewoon een helder plan moet zijn, waarin je duidelijk maakt waarom je iets doet en wat je precies gaat doen. Nou ja, en dan kom je natuurlijk bij de planning en de uitvoering, de hoe. Hoe lang gaat het duren? Is het een project van 3 maanden, 1/2 jaar, 1 jaar, 2 jaar? Dat komt niet zo heel vaak voor. Meestal zijn het kortere periodes. Maar ga uit van bijvoorbeeld dat je 1/2 jaar tijd nodig hebt. Dat zei ik net ook al. Subsidieaanvragen is eigenlijk tijd kopen. Tijd kopen waar je geld voor krijgt, zodat je ruimte hebt om je project uit te voeren. Die dus inderdaad misschien anders, die je anders niet had kunnen doen. Omdat je geen tijd had, omdat je dan nog een bijbaantje moet hebben of andere dingen moet doen om te kunnen voorzien in je onderhoud. Met subsidie koop je dus tijd en ruimte. En dan de begroting. Dat is eigenlijk voor heel veel mensen vaak een struikelblok. Wat zet ik daar nou precies in? Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik zou zeggen, hou het vooral heel simpel. Kijk wat je nodig hebt en maak op basis daarvan een begroting. Heel veel fondsen hebben tegenwoordig ook een soort voorbeeldbegroting op hun site staan. Of een begrotingsformulier wat je gewoon kan downloaden en kan invullen. En daar zijn eigenlijk bijna alle posten die voor kunnen komen bij een project wel bij. Dus dan is het gewoon een kwestie van invullen en kijken hoeveel uren ben ik nou kwijt. Wat moet er allemaal gekocht worden? Is het materiaal? Zijn het uren van andere mensen? Laat ook altijd eventjes een fondsmedewerker kijken naar de begroting zoals je die hebt opgesteld. Zodat als er iets in staat wat niet, wat ze noemen, niet subsidiabel is. Dus waar geen geld voor kan worden gegeven. Dat je dat eruit kan halen of dat je het kan verbeteren. Een ander ding bij begrotingen is dat je hier ook bijvoorbeeld je cofinanciering in kwijt kan. Dat is iets waar fondsen best wel veel op letten. Kijk, als jij aanvraagt, dan kan het zijn dat het fonds voor 100% de kosten van je plan zal dekken. Maar heel vaak kijken ze ook van, nou, zijn er misschien nog andere mensen die willen investeren in jouw plan? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat als jij een idee hebt voor een installatie of een compositie, een werk, dat je dat ontwikkelt in samenwerking met een festival of een andere opdrachtgever. Nou, waarschijnlijk zullen zij ook een klein beetje geld en tijd in jouw project kunnen stoppen. Dus dat betekent dat een gedeelte van jou, de kosten van je project, gefinancierd worden door iemand anders. Het is altijd goed om te laten zien dat er interesse is in je project naar de fondsen toe. Want dan zien ze ook wat de waarde ervan is voor het veld. Dus begroting, lastig stuk in je aanvraag. Maar zeker niet onbelangrijk. Waar ook vaak naar gekeken wordt, is voor wie maak je dit nou? Dus niet wie ben jij, maar voor wie maak je dit werk? Zoals ik al zei, soms maak je het voor jezelf en gaat het over de ontwikkeling van je eigen praktijk als maker. Maar soms heb je ook wel echt een heel bepaald publiek voor ogen. Fonds willen dan heel graag weten op welke manier je dat publiek gaat proberen te bereiken. Nou, wat ik dan heel vaak zie in aanvragen is dat mensen dan zeggen, ja, ik ga mijn socials inzetten voor het bereiken van mijn publiek. Dat is vaak net niet genoeg. Laat zien hoe je die mensen echt bereikt. Hoe zet je je socials in? Dus als je zegt van, oké, ik wil een soort Instagram story campagne gaan lanceren en allemaal volgers in mijn verhaal meenemen. En dat doe ik over een periode van zeg een paar weken. En dan kunnen mensen bekend worden met het project wat ik doe. En zo bouw ik aan mijn publiek. Dus denk goed na over voor wie je het maakt, maar hoe je ze gaat bereiken. En alleen te zeggen van ja, ik zet mijn socials in, dat is gewoon net niet genoeg. Dus denk goed na van hoe bereik je je publiek. Dat kan ook gewoon. En hopelijk kan dat ook echt weer snel. Door mensen live te gaan bereiken. Weet je wel, zijn het mensen om je heen. Een andere manier, en dan raken we ook weer aan het stukje begroting.
Is door bijvoorbeeld een crowdfundactie op te zetten. Niet alleen haal je daar geld mee binnen voor je project, maar bouw je ook aan een publiek. Er zijn verschillende websites waarmee je dat kan doen. Dus bijvoorbeeld een bekend platform is het Voor de Kunst platform. Bij Voor de Kunst kun je je project presenteren en dan kun je dus mensen zover krijgen dat ze een donatie willen geven voor jouw project. Fondsen zijn daar ook heel erg voor. Dus dat ook helpt weer om te laten zien van nou, er is interesse in mijn project. Ik heb een Voor de Kunst campagne lopen en ik heb al zoveel binnengehaald. Dat hoeven heus geen tienduizenden euro's te zijn. Dat kunnen ook kleinere bedragen zijn. Soms heb je al genoeg aan 1.000 euro of 2.000 euro in bijdrages van een Voor de Kunst project. Dus kijk hoeveel je nodig hebt, wat is realistisch. En met zo'n platform bouw je ook weer aan een nieuw publiek en ben je weer zichtbaar voor mensen die jou nog niet kennen. Dit is eigenlijk de belangrijkste. Blijf bij jezelf. Ga geen taal gebruiken in een aanvraag die je zelf ook niet zou gebruiken. Schrijf echt vanuit jezelf. En dan zul je ook merken dat het veel makkelijker is om te schrijven. Als ik soms aanvragen zie, en ik heb zelf namelijk ook als adviseur in een aantal commissies gezeten. Je merkt het meteen als een maker een soort academische taal gebruikt die niet de zijne of de hare is. Ik heb liever een kort en goed verhaal waarin ik echt de maker leer kennen dan een soort scriptie van 25 pagina's waar ik na 25 pagina's nog steeds geen idee heb over wie je nou eigenlijk bent als maker en wat je nou wil. Dus blijf echt vooral bij jezelf. Nogmaals, laat je aanvraag door iemand anders lezen. Als diegene zegt, ja, maar ik herken jou helemaal niet in wat je hier hebt neergezet, dan moet je eigenlijk weer terug naar de tekentafel of de schrijftafel. En gaan kijken van, hoe schrijf ik het nou helder en duidelijk op? En wat je ook merkt, nou, stel dat je nou niet gehonoreerd wordt, is dat super jammer. Maar het is nooit verloren tijd. Ik hoor wel eens van mensen van, ja, mijn aanvraag is niet gehonoreerd. Nou ben ik echt weken kwijt geweest aan het schrijven van zo'n aanvraag. Was het allemaal voor niks? Het is nooit voor niks. Want wat je leert door het schrijven van een aanvraag, is dat je eigenlijk een beetje inzicht krijgt in wat je wil en wie je bent. En die stukken, die kun je altijd nog eens een keer gebruiken voor of een andere aanvraag, of misschien wel voor het schrijven van een nieuwe bio. Het kan nooit kwaad om eigenlijk eens op papier te zetten van wat je nou precies wil als maker. Maar dat moet je wel doen door bij jezelf te blijven. Dus vandaar deze tip, blijf bij jezelf. Nou ja, het stappenplan is eigenlijk een beetje al afrondend richting het einde van mijn presentatie. Het stappenplan is echt belangrijk. Dus ik zei al net, maak een planning als je ongeveer 2 of 3 weken hebt voordat je je aanvraag moet indienen. Ga dan even kijken, wat moet ik nou per dag gaan doen om te zorgen dat die aanvraag op tijd klaar is. Nou, sowieso, dat zei ik net al, maak een account aan bij de fondsen. Dat kost echt wel wat tijd, dus neem daar ook de tijd voor. Je moet daar inderdaad allerlei dingen invullen. Dus dat noemen ze NAW-gegevens. Dus je naam, een adres, een geboortejaar, nationaliteit. Vul zo'n formulier in, zorg dat je een account hebt. In zo'n account, in zo'n omgeving, zo'n digitale omgeving, kan je ook vaak nog dingen erbij zetten of dingen weghalen. Dus dat betekent niet dat als je zo'n account hebt aangemaakt, dat dan alles wat daar geüpload wordt definitief is. Nee, daar mag je ook gewoon in schaven. Het is gewoon jouw eigen digitale omgeving van zo'n fonds om je plan in up te loaden, maar ook je portfolio. En als je dan een foutje hebt gemaakt, kun je het altijd weer weghalen. Maar maak eigenlijk meteen zo'n account aan. Dat scheelt gewoon ontzettend veel tijd. Een tweede is, ik zeg altijd, ik ben redelijk ouderwets. Ik werk wel heel erg veel met computers, maar ik vind het soms ook fijn om dingen voor me te zien. Dus als ik een aanvraag moet schrijven, dan maak ik altijd een muur.
En dan heb ik zo'n stapel post-its. En daar schrijf ik dan al mijn kernwoorden op of zinnen op. Waarvan ik denk, oh ja, die moet ik onthouden, want die moeten terugkomen. En dan plak ik ze allemaal op de muur. En dan merk ik ook, oh ja, dit is de volgorde zoals ik die in mijn hoofd had. Maar omdat het post-its zijn, dat werkt dan bij mij. Het kan bij jou natuurlijk heel iets anders zijn. Maar voor mij werken die post-its goed. Als ik dan merk dat die volgorde net niet helemaal klopt. Of net niet lekker loopt. Of niet logisch is. Dan kan ik ze wisselen. En dan ga ik gewoon met die stomme post-its plak ik mijn hele muur vol en dan ga ik van de een naar het ander. En soms denk ik, nee, dit stukje wat ik eigenlijk in het begin had gedacht, dat moet eigenlijk naar het einde toe. Dus dat is een methode die voor mij werkt. Misschien heb je zelf een andere methode. Maar in ieder geval moet je een plek vinden waar ik denk waar alles bij elkaar komt, zodat je een beetje overzicht hebt van wat je nou precies wil vertellen. En als je dan gaat schrijven, dan kan je altijd weer terug naar je bord of je muur. Of misschien heb je wel een andere plek waar je je informatie verzamelt. Zodat je weer even terug kan naar, oh ja, wat wilde ik ook alweer zeggen? Zit dat erin? En dan kan je altijd weer checken. Nou ja, dat zei ik net ook al. Laat een aanvraag door een derde lezen. Ik denk dat dat toch wel echt een van de belangrijkste dingen is. Naast het feit dat je contact op moet nemen met het fonds. Omdat de medewerkers er nou eenmaal voor jou zijn als maker. En het feit dat je bij jezelf moet blijven. Maar laat echt je aanvraag door een derde lezen. Ik denk dat je daar zo ontzettend mee geholpen bent. Omdat je dan al kan zien hoe... Ja, hoe gaat iemand door je project heen? Snapt diegene alles wat jij wil? Ben je iets vergeten? En misschien moet je dat niet alleen met je eerste opzet doen, maar ook met je tweede opzet. En ook met je uiteindelijke dev-versie. Laat hem even door iemand anders lezen. Dit is mijn andere, die heb ik ook al gezegd, maar overleg met de fondsmedewerker. Dus is je aanvraag helemaal klaar? Ik zou niet met een eerste of met een tweede of met een derde versie gaan, maar ga met de dev-versie naar het fonds toe. Vraag of ze er even snel naar kunnen kijken. Kijk, die mensen hebben het druk. Ze zijn er voor jou, maar ze hebben het wel druk. Want met jou nog heel veel andere mensen die je aanvraag willen indienen. Dus ze hebben geen tijd vaak om echt zo'n aanvraag met je mee te schrijven. Dat is te veel. Maar ze kunnen er wel even naar kijken. En ze zien heel snel of er iets heel cruciaals mis. Dus overleg altijd even met het fonds. Dien dus je dev-aanvraag bij zo'n medewerker in. En vraag of ze wat kleine feedback kunnen geven. Zodat je echt zeker weet dat op het moment dat je je aanvraag in moet dienen, dat alles er is, dat alles erin staat. En dat je kans op honorering van geld zo hoog mogelijk is. Nou ja, en dan is alles klaar. En dan kun je je aanvraag indienen. Nou, net zei ik het al, ik ga het nog een keer zeggen. Doe dat op tijd. Zorg dat je dat niet 5 minuten voor de deadline van een aanvraag doet. Ik weet dat het heel verleidelijk is. Maar dan zul je net zien, dan gaat er iets mis. Een voorbeeld. Ik had zelf 2 weken geleden een aanvraag klaarstaan om in te dienen. En die is in de spam terechtgekomen. Want dit hoefde niet via een digitale omgeving te worden ingediend, maar moest gewoon per mail. Als ik toevallig niet iemand had gesproken die verantwoordelijk was voor de selectiecommissie, dan had ik niet geweten dat mijn aanvraag in de spam was beland. En dan was ik nooit beoordeeld. Nu sprak ik toevallig iemand en werd mijn aanvraag alsnog meegenomen en ben ik gehonoreerd. Dus ik ben super blij. Maar check dus vooral dat alles klaar staat. Dat als je het per e-mail zou moeten indienen, hoewel bij de meeste fondsen moet je nu echt gewoon in een digitale omgeving dingen uploaden. Maar moet je het per mail indienen, stuur dan altijd even een mailtje erachteraan van hey, hebben jullie mijn aanvraag goed ontvangen? Moet je het in een digitale omgeving indienen, wacht dan inderdaad dus niet met 5 minuten voor het einde van de deadline met het drukken op send. Want je zult net zien dat er iets misgaat. Nog even wat handige links en hopelijk kunnen we die later ook misschien nog wel ergens online met jullie delen. Zoals ik al zei, ga eens naar een bijeenkomst van een fonds. Daar zul je heel veel ervaringsdeskundigen horen. Vaak nodigen ze kunstenaars en makers uit om te vertellen over het proces waar ze doorheen zijn gegaan. Een van die bijeenkomsten heet Get a Grant. Die wordt georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Die organiseren ze ongeveer 4 keer per jaar. En dat is speciaal voor jonge makers om te leren van, nou ja, waar kan ik nou een aanvraag indienen? Bij wie moet ik
zijn. Ook om een beetje kennis te maken met de mensen die bij de fondsen werken. Dus dat is altijd een hele goede om omheen te gaan. Ik noem hem net ook al, vooral voor kleinere fondsen die heel specifiek zich richten op bepaalde dingen. Zou je lid kunnen worden van fondswerving.nl? Dat kost €30 per jaar. Maar dan heb je wel echt meteen een inzicht aan alle fondsen die er zijn in Nederland. Dus het kan helemaal geen kwaad als je denkt van, nou ja, ik wil echt voor dit project een bepaalde subsidie aanvragen, maar ik weet niet zo goed bij wie ik kan zijn. En misschien is er wel iets heel specifiek, een heel specifiek fonds, wat juist voor jou geschikt is. Dan zou dit eigenlijk een hele goede tip kunnen zijn. Daarnaast raad ik je natuurlijk ook aan, zeker voor de mensen die met muziek bezig zijn, om naar het Fonds Podiumkunst te gaan. Ga naar hun website, loop eens eventjes door wat de mogelijkheden zijn voor subsidies. Zij hebben heel duidelijk op de site staan wie er allemaal kan aanvragen en wat voor aanvragen je kan indienen, want daar zijn ook nog verschillen in. Dus weet je, misschien al voordat je bedenkt dat je een subsidieaanvraag wil schrijven, doe wat onderzoek. Ga eens even kijken bij welk fonds je nou terechtkomt, kunt en voor wie. Een andere die zich ook specifiek met muziek bezighoudt is het SENA. Dus ga ook even naar de website van het SENA. Die hebben ook allerlei fondsen voor makers en producers uitstaan. Dus informeer je goed van tevoren en doe je research. Nou ja, dit was het dan. Een hele korte snelcursus in hoe subsidie aan te vragen. Ik wens jullie allemaal heel erg veel succes. Ik hoop eigenlijk dat het een klein beetje heeft geholpen met hoe je nou te werk moet als je subsidie aan moet vragen. Belangrijkste tip nogmaals, neem contact op met de fonds. En je zult zien, al die medewerkers zijn ontzettend aardig en heel erg bereid om je te woord te staan. En misschien heeft dit hele kleine, korte workshopje je een klein beetje op weg kunnen helpen.